Ik ben Aguil Etemadi. Je moet los! 22 jaar. Ik kom uit Iran. Aguil Etemadi kwam op 6-jarige leeftijd naar Nederland. Min of meer gedwongen vertrok hij met zijn ouders en broer uit Iran. Alhoewel het geen echte vlucht was. Laatst was ook in het nieuws dat mensen onderdrukt waren, of nog steeds worden. Ja, het was toen ook al zo, dus mijn ouders wouden gewoon een betere toekomst en ook een betere toekomst voor ons. En ja, het is, gelukkig hebben wij die kans gekregen in Nederland. Ja, maar het zou eerst niet Nederland zijn, hè? Nee, zeker niet. We zouden naar Canada gaan. En we waren met een grote groep waren we gevlucht en de helft was al naar Canada geweest. En die waren zeg maar ontdekt dat ze daar kwamen en wisten dat er meer mensen zouden komen. Dus we konden die risico niet nemen en zijn we naar Nederland gekomen. Etemadi begint zijn voetballoopbaan als pupil bij GHVC in het Friese Grauw, waar hij als spits wordt ontdekt door Sportclub Heerenveen. Maar daar blijkt dat hij als veldspeler het moet afleggen tegen de sterkere Scandinaviërs. Daarom besluit de Iranier te gaan keepen. Met succes, want hij heeft aanleg. En zijn voetbalkwaliteiten komen nu goed van pas. In de jeugd nam ik al veel risico's om een spits uit te kappen en zo. Veel mee voetballen en dat was wel veel risico in mijn spel. En hebben ze bij Heerenveen proberen eruit te krijgen en is wel aardig gelukt. Maar volgens mij ben je nog steeds, ik weet niet of ik het mag zeggen hoor, en ik weet niet of je het wilt horen, maar een showkeeper ben je wel. Ja, sowieso. Maar het komt ook omdat ik niet heel lang ben. Ja, dan moet ik toch veel springen en hoog springen, omdat ik toch bij de bal moet komen. En dan lijkt het heel vaak dat ik show, maar ja, ik heb niet de lengte. Dus dan moet ik wel van die grote sprongen maken. Maar je bent wel een mannetje, hè? Ja, ik hou wel om mooie saves te maken. Zeker. Tactische inzicht, wanneer een bal moet gaan, diep spelen, de ballen vragen, goede been gelijk openen, voorzetten, is hij goed in. Bij reflexen onvoorstelbaar, goed, zo snel heb ik ze nog niet vaker gezien. En goed, hij is vrij rustig. Ik vind dat hij in sturende dingen beter kan worden. Mensen op het juiste moment aancoachen van... breedweg of doorstappen, mensen uitzakken, dat soort dingen. Daar moet hij meer leiding in gaan geven, vind ik persoonlijk. Maar en rustiger zijn bij schoten en dan even je rust pakken daarna. Kijk, het is eerste divisieniveau, wordt toch rust gevraagd. Het is allemaal kracht. En als je die bal dan hebt, dan pak maar even 2 seconden rust. Daar hou ik wel van. Etemadi schopt het als jeugdspeler van Heerenveen al tot Jong Oranje. Maar eigenlijk is Oranje niet de kleur die hij koestert. Ik droom er nog steeds van om ooit het Iraanse elftal daar of tenminste mee te doen. En ja, als ik dat ooit zou doen, dan zou ik zeker kippenvel krijgen. Want wij vinden dat voetbal hier al enorm leeft. Maar hoe leeft het in Iran eigenlijk? Ja, Iran is gewoon echt een sport nummer 1. Als het Iraanse elftal moet voetballen in Teheran, dan stadion is kunnen 100.000 mensen in. Maar het zijn zeker meer dan 100.000 mensen. Het is gewoon ongelooflijk. Het is volkssport nummer 1. Dus. Ja, zeker. Het is echt, alles draait daarom voetbal. Dan ben je een held, hè? Dan ben je echt een held. Dus, dat kan je gewoon niet met woorden beschrijven wat die mensen dan van je vinden en van je voelen. Maar kennen ze Aguil Etemadi? Ja, ze kenden me wel, maar sinds kort kennen ze me helemaal. Want er was toch de laatste tijd veel nieuws in Iran. En, Omdat je bijna naar de top zou gaan daar, hè? Ik zou bijna verkassen, ja. En, toch op het laatste moment bleef ik bij Emmen. En wie weet in de toekomst. Ze kennen me, dus ze houden me nu zeker in de gaten. De toekomst, als het gaat om interlands, is dus wel duidelijk voor Etemadi. Maar bij welke club moet hij dan keepen? Ik weet niet welke club, maar gewoon een topclub ergens in een land. Gewoon een mooi land. Lijkt me super. Is Nederland een mooi land? Nederland is een mooi land, zeker. En wat is een topclub in Nederland? Ik vind Heerenveen gewoon een topclub als het draait en... Ik ben niet iemand die zegt van later wil ik bij Ajax spelen of zo. Maar je moet gewoon realistisch zijn. En het lijkt me gewoon mooi om zo'n club als Heerenveen te spelen. Dus ondanks dat je contract afloopt aan het einde van dit seizoen, hoop je eigenlijk nog op een vervolg? Ja, wie weet. Sowieso nog steeds interesse uit Iran. En
ja, het liefst blijf ik gewoon bij Heerenveen om een kans te krijgen. Gewoon bij de selectie te horen. En we zien wel.